Deze doc wordt mede mogelijk gemaakt door TGS. En anders gaan we met bier, hè? Zoals 6 uur voor de wedstrijd begint. Hij krijgt koffie tussen. Ik krijg zelfs een bak koffie. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb al lekker warm gegeten, joh. Oh ja? Nee, 2 frikandel. Ik sta hier in de topstukkenzaal van Museum De Waag op de Brink in Deventer. Om mij heen hangen en staan de belangrijkste werken uit de geschiedenis van Deventer en de regio. Maar de collectie is nog niet compleet, want Go Eagles bestaat 120 jaar en daarom moet er wat aangevuld worden. Om die reden heb ik verschillende mensen uitgenodigd die allemaal een geschiedenis hebben met Deventer, maar vooral met Go Eagles. Zij nemen een item mee en gaan die plaatsen hier op de sokkels. Met hun verhaal, het verhaal van Go Eagles. Go Eagles in één zin voor mij is thuiskomen. Go Eagles betekent in één zin voor mij alles eigenlijk. Een deel van je leven wat je niet meer uitwist eigenlijk. DVW Go Ahead en Go Eagles met een 120 jaar hele rijke historie. Die weer dicht bij elkaar zijn gekomen. In mijn wereld is mijn vrouw 1, Coët 2. Als het programma van Coët Eagles bekend is, neem ik die over in mijn agenda en daar bouw ik de rest van mijn leven omheen. You can check out anytime you like, but you will never leave. Zo belangrijk is Coët Eagles voor me. De Waag is niet het enige decor van mijn reis door de clubgeschiedenis van Coët Eagles. Op deze wedstrijddag ga ik namelijk op zoek naar het antwoord op de vraag: wat maakt Go Ahead een van de grootste cultclubs van Nederland? Ik begin in de Lange Bisschopstraat, in het centrum van Deventer. Schrijver en supporter Herman Jouwstra ontdekte dat hier de belangrijkste gebeurtenis uit de clubgeschiedenis plaatsvond. Herman. Hey, Joost. Hey. Zo, je hebt je Go Ahead shirt al. Ja, aan. Mooi hè. Ja. Dat is wel een klassieker volgens mij. 1972-73, dat seizoen. Ja, je staat niet zonder reden hier, hè? Hier is Go Ahead dus opgericht, of liever gezegd, Be Quick. De voorloper van Go Ahead. Karel Hollander, die stond voor de ramen van de bakkerij naar binnen te kijken. Ja. Stond zich te verlekkeren aan alle lekkernijen daar. Ja. Op een gegeven moment komt Leo Tour Kleinsmieden komt aangelopen. Ja. Ook een Deventer knul van 16 jaar. Leo vraagt dus aan Karel van, joh, zullen we een club oprichten? Nou, zegt Karel, dat lijkt me wel leuk. En maak je geen zorgen, want er zijn genoeg jongens die wel mee willen doen. Vol arbeiders. Ja, hij kende genoeg jongens. Er werd een bestuur gekozen. Leo werd voorzitter en ballenbewaarder. Oh ja, is dat zo? Karel werd secretaris. Karel, die had toch ook een beroemde broer, als ik me niet vergis? Ja. Han Hollander kun je beschouwen als de beroemdste radioverslaggever, sportverslaggever. Van voor de Tweede Wereldoorlog. Want dan moeten we even uitleggen. Han Hollander heeft de oorlog niet. Die heeft het niet overleefd. Nee, die is gestorven in Sobibor. In 1905 drukt Han Hollander al zijn eeuwige stempel op de clubgeschiedenis. Be Quick moet dan noodgedwongen zijn naam wijzigen, omdat er in Zutphen al een Be Quick bestaat. Volgens de overlevering oppert Hollander Go Ahead als nieuwe clubnaam. Een naam die al snel een bijzondere taalstrijd ontketent met de rivalen van UD. UD, je moet je voorstellen, echt notabele, keurige mensen. Die spraken dat uit als Go Ahead, Go Ahead. Heel, heel deftig. En die arbeidersjongens, ja, die praten natuurlijk nauwelijks Engels of geen Engels. Dus die verbassen dat het min of meer tot Go Ahead. En ja, het werd eigenlijk een soort geuzennaam. Dat afgezet tegen het Go Ahead, zoals ze door UD werden genoemd. Dus zelfs als ze Go Ahead zouden kunnen zeggen, bleven ze Go Ahead zeggen? Bleven ze Go Ahead zeggen. Go Ahead en UD spelen in de jaren 10 ieder aan één kant van de Deventer spoorbrug. UD moet daarom in 1917 leidzaam toezien hoe Go Ahead, of beter gezegd Go Ahead, als allereerste arbeidersclub landskampioen wordt. Je zou zelfs kunnen zeggen, de allereerste kampioen van heel Nederland. Want dat was de eerste kampioenscompetitie waarin het Noorden ook zijn eigen kampioen mocht afvaardigen. Voor die tijd
deed het noorden nog niet mee. Dus nu deden alle districten alle voor de... Alle vierde districten deden nu mee. En Go Ahead kwam daar als winnaar uit de strijd. Ja, ja. En wat voor elftal was dat? Weten we daar iets over? Ja, dat is een prachtig elftal. Eén naam moet daar echt wel uitgelicht worden. En dat is de naam van Jimmy Miller. Jimmy Miller, klinkt Brit. Ja, het was ook een Brit. Maar dat was echt een sieraad van een voetballer. Want uit welk land kwam hij precies? Hij kwam uit Schotland. Hoe komt een Schot in Nederland in Deventer terecht? Nou ja, door puur toeval. 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. En hij werd samen met anderen naar Antwerpen gestuurd... Mm-hmm. om die stad te verdedigen tegen de Duitsers. Alleen ze kregen het daar flink voor hun kiezen. Die zijn toen in paniek de grens overgevlucht met Nederland. Hij werd geïnterneerd. Samen met al die anderen, dat is een net woord voor, ze werden gewoon gevangen gezet in een kamp. En op een gegeven moment werd er toegestaan dat ze mochten gaan werken. Jimmy Miller die kwam toen toevallig in Deventer terecht. Enkele weken later was hij opeens lid van Go Ahead. Maakte hij dat elftal kampioen? Hij was echt de spil waarom alles draaide. Dus dat kleine clubje dat hier was opgericht, werd al 15 jaar later... 15 jaar later landskampioen. Echt een prestatie van formaat. Ja. Oh, ja, nee, tuurlijk. Goed? Ja, tuurlijk. Wil u voor mij? Ja, tuurlijk. Sorry. Hé, ik snap het. Hoe is het eigenlijk afgelopen met Miller? Nou ja, die vertrok eind 1918 alweer, want dat was het einde van de Eerste Wereldoorlog. Toen is hij weer teruggegaan naar Schotland. Dus hij heeft het tweede landskampioenschap van Go Ahead in 1922, dat heeft hij niet meer meegemaakt. Want in 1922 werd Go Ahead ook kampioen. Ja, hij stuurde nog wel zijn felicitaties. Die werden nog afgedrukt in de Go Ahead Revue. De beste speler ooit. Jimmy Miller, de Schotse sterspeler uit het kampioenselftal van 1917. Mijn favoriete speler van Go Ahead Eagles is Andries Noppert vanwege zijn bijzondere carrièreverloop. Ik denk als je naar de carrière kijkt, dat het dan denk ik een Mark Overmars, een Paul Bosveld of een Jan Kromkamp zou zijn. Nou, dat is Kees van Koot. Maar als je echt qua speler hier, heb je natuurlijk bijvoorbeeld een Kees van Kooten en... John Oude Wesseling die echt Go Ahead zijn. Omdat hij ook verdediger staat en ik zelf ook, dus ik vind het een en ook gewoon een hele leuke jongen. Daarom vind ik dan wel maar de grootste clubico van alle tijden. Jimmy Miller, John Oude Wesseling en Sam Beukema. In de lijstjes van beste spelers aller tijden komt de naam van Jan de Kreek vrijwel nooit voor. En dat is vreemd. Want hij scoorde in de succesvolle jaren 30 maar liefst 189 keer in het rood en geel. Het wordt tijd om meer te weten te komen over Go Ahead's clubtopscorer aller tijden. Ach, mevrouw de Kreek. Goedemorgen. Wat heeft u meegenomen? De kampioensmedaille. Zo, dat is wel heel bijzonder. Mijn vader is twee keer landskampioen geworden. Mm-hmm. En dit is de medaille van 32-33. Ja, staat erop. 32-33. En daar heeft ze ook iets in? En het krantenartikel van... de brief kan ik niet weer vinden. Ja? Maar hier staat alles in dat hij heel boos is op de KNVB... dat hij moest stoppen met voetballen. Ja. Want wat voor man was hij? Ja, heel introvert. Mm-hmm. Zou dit ook niet gedaan hebben. Nee? Hield niet van de aandacht? Oh, nee. Nee, helemaal niet. Nee. Dus, want als ze met de bus aankwamen, als ze een wedstrijd hadden gespeeld... Mm-hmm. dan reden ze naar het station en daar stonden de supporters allemaal. Mm-hmm. En dan op de handelskade zat toen nog Werle Staal. Mm-hmm. En dan liet hij de bus stoppen en dan ging mijn vader er daar uit. En dan liep hij de Bringgeven weg over Bierstraat en naar huis. Het is misschien, het hoort bij die tijd, denk ik, maar het is wel een heel kleine medaille, hè? Ja, 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 anders had ik hem ook niet dag en nacht om, hoor. Want was het ook een grote droom om naar Go Ahead te gaan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, hij wilde voetballen. Ja, voetballers van nu, jongetjes of meisjes, die zeggen allemaal dat ze naar Real Madrid willen, naar Ajax willen en zo, maar dat... Oh nee, en Ajax was een vies woord. Oh? Ja. Waarom? Nou, dat staat ook in dat krantartikel. Ja? Dat hij uitgenodigd werd voor het Nederlands elftal. Ja? En dat hij dat zelf eigenlijk eerst niet wilde. Want?
Mensen uit het westen keken altijd op mensen uit het oosten neer. Oh, dus dat raakte hem ook wel, als hij boerenkinkel werd genoemd? Ja, heel erg. Hoe is zijn carrière eigenlijk verder gegaan? Hoe is dat afgelopen eigenlijk? Hij werd terreinknecht bij Go Ahead ook. En toen heeft dat 2 wedstrijden geduurd. En toen greep de KNVB in. Mm-hmm. Van, je bent semi-prof, dat mag niet. Dus hij was voetballer en terreinknecht? En hij was de eerst betaalde voetballer dan. Maar dat mocht niet in die tijd. Maar ik heb wel gehoord van mijn moeder dat hij ontzettend heeft gehuild. Nou, mijn vader huilde nooit. Mm-hmm. En dat hij ontzettend heeft gehuild dat hij moest stoppen met voetballen. Heeft hij ooit nog iets gehoord van de KNVB? Ja, toen hij 54 was. 54? Ja, toen kreeg hij een brief van de KNVB dat hij weer speelgerechtigd was. Zo uit het niets? Ja. Dat is wel heel raar. Een man van 54 gaat niet meer professioneel voetballen. Ja, dat spoor je niet, denk ik dan. Toch altijd die westerlingen, hè, met die rare briefjes en zo. Maar ik krijg de indruk, ook, ik ben ook al best wel lang supporter van Go Ahead, dat niet iedereen dit weet. Nee, en ik heb ook de indruk, en dat ligt misschien ook wel aan mijn vader zelf, dat hij nooit op waarde geschat is. Ja, dat vind ik een beetje jammer. Ja, jammer. Nog wel iets meer dan jammer, toch? Ja, als ik er te ver op inga, word ik emotioneel en dat wil ik niet. Ja, nou, wij gaan uw vader wel eren op de manier die hij ook verdient. Wel clubtopscorer aller tijden, hè, van Go Ahead. Ja. Niet zomaar iets. Ik denk, oh, papa draait zich om in zijn graf, want die was niet van die publiciteit. Nee. Maar dan denk ik, ja, iemand moet het doen, vind ik. Hoe lang komt hij aan het stadion, moet ik zeggen? Ja, dat mag voor jij zijn, hoor. Ik kom ongeveer 70 jaar. 70 jaar? Ja. Ik ken weinig mensen die al 70 jaar naar het stadion gaan. Nou, dan hebben we nou één ontmoet. Wat wordt het vanavond? 2-1. 3-1. En, rustig gaan met bier, hè? Zo'n 6 uur voor de wedstrijd begint. Hij krijgt koffie tussen. Ik krijg zelfs een bak koffie. Ah, oh, oké. Okay. Nou, ik heb al lekker warm gegeten, hoor. Oh ja? 2 frikadellen. Zijn dit nou de beroemde stroopwafels die aan Helmond Sport werden beloofd ook? Die hebben wij aan Helmond Sport beloofd. Een ludieke actie was dat. Ja. Omdat Helmond Sport moest toen winnen en dan zou komen het iedere keer promoveren. Ja. Dus wij hebben getracht hun een beetje om te kopen. Ja. Stroopwafels. Of aan te moedigen eigenlijk. Ja, zo. Aan te moedigen. Ja. Dankjewel. Ja. We gaan eten. Graag gedaan. Ik vind de beste trainer die we hier bij Coët hebben gehad is dokter Vaderons. Die in zijn crèmekleurige regenjas altijd zo markant in de koud stond. Die heeft 8 jaar lang eigenlijk alleen maar goede resultaten gehaald. Coët kent na de Tweede Wereldoorlog sportief magere jaren. Maar dan verschijnt in de jaren 60 plotseling dokter Vaderons in Deventer. Een gevluchte sportprofessor uit Tsjechoslowakije. Aan de hand van Vaderons wordt de pracht en praal van de Europa Cup naar Deventer gehaald. Kijk, er komt wat binnen. Ja, inderdaad. Dit is de schaal die het bestuur van Go Ahead in Glasgow, toen we daar speelden, de uitwedstrijd, gekregen heeft tijdens een buffet, wat ze de besturen altijd elkaar aanbieden. Mm-hmm. En die is voor het museum. Jullie waren heel succesvol toen. Wij waren heel succesvol. We hadden een geweldig team. Voor de jongere kijkers, wie waren toen de grote namen binnen de selectie? Nou, wij natuurlijk. Ja, we waren... Gerrit Niehaus. Gerrit Niehaus. Ja. Gerard Zomer. Mm-hmm. Ja. Niet te vergeten, die lange. Van Zogel. Maar er was ook een
excentrieke trainer, zeg ik het goed? Een bijzondere trainer hadden jullie. Dat mag je wel zeggen. Ja, die man was de tijd ver vooruit. Ja, hij was een prima trainer. We hebben het over? Dokter Vaderons. Dokter Vaderons. Ja, maar... En met zijn assistent Joop Brandt. En Joop Brandt erbij. En jij zei, hij was de tijd ook voor. Nou, waaruit bleek dat? Wij waren de eerste club die een spelersbus hadden. Werd er toen ook gerookt in de bus? Stiekem, hè, geloof stiekem, ik. Maar dan zat je wel achterin, geloof ik. Vaderons zat er dus wel stevig bovenop. Die kwam zaterdags in zijn auto. En die kwam vaak langs elke speler waar ze woonde kijken of ze thuis waren. Ja, bij mij niet. Bij mij wel. maar ik was toen nog heel rustig. En het is wel raar dat hij bij een rustige man steeds kon kijken of hij is. Hij vertrouwde er nog niet. Hoe ging meneer Vaderons met die eerste wedstrijd om in Europa? Was dat dan, hoe had hij zich voorbereid? Want je kan niet op YouTube even beelden bekijken of zo. Dat bestond nog niet. We hebben mensen gestuurd daar naartoe om Celtic te bekijken. Wie? Celtic, Van Es. Dus we wilden wel weten hoe spelen ze, wat loopt erin. Nou, dat viel allemaal gelukkig best mee, hè, volgens Van Es. Ja, dat was gewoon een normaal ploegje. En wat gebeurde er op het veld? Ja, we weten de uitslag. Nou, in het begin ben je nog... enthousiast, zou ik maar zeggen. Ja. Dan weet je nog van alles. Die Jukes had je daar lopen. Jukes. Dat was een roze, die was zo en die was misschien wel 120 kilo, maar die kon nog lopen ook. en die schoot alles op doel. en ook een paar erin, hoor. Dat waren beesten. Ja. Nou, dat waren wij nooit gewend. Nee, dat kenden wij niet. Nee. Ze waren dus fitter, sneller, sterker. Op allerlei gebieden waren ze sneller. Ja. Het is even pijnlijk, maar ik moet toch zeggen voor de kijker, het werd 6-0, hè? Ja, 6-0. Maar er was nog een wedstrijd. Ja, daar naartoe. Je moest ook nog naar daar. Hoe was dat? Toen hebben we toch goed partij kunnen geven. Ja? Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk heen gereisd? Met vliegtuig. Dakota. Dat was mijn eerste vlucht. Dakota? Oh, ja? Ja, een kleine Dakota naar Glasgow. 3 uur vliegen. Dat was mijn eerste vlucht. Vergeet ik nooit. Ja. Ging het goed of vond je het eng? Fantastisch. Ja. Ik was een broekje van 18. Mm-hmm. Ik zeg altijd, ik mocht toen met de grote jongens mee. Want daar werd het 1-0, als ik me niet vergis. Ja, 1-0. Wederom verloren. Wederom verloren. Maar wel een mooie ervaring. Ja. Weken daarna, of maanden daarna, iedereen had het er nog over. Ja. Nou, jaren daarna ook nog. Ja. Want we staan nu hier. Ja. Scherp. Ja. Tuurlijk, geen probleem. Nou, zie ik je zo dichtbij. Zo? Ja hoor, tuurlijk mevrouw. Henny. Hey, Eus. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Wat was je aan het doen? Ja, ik had even wat fotootjes geschoten. Dus ik was even aan het kijken of ze een beetje geluk waren. Henny, als je onder ons, hè, vragen de spelers ook wel eens om foto's? Jazeker. Ja? Ja, gelijk na de wedstrijd. De spelers komen naar jou toe voor foto's? Ze gaan ze onder de douche vandaan zijn en ze zitten in de bus. Ja? Dan is het vaak wel van, Henny, heb je nog een foto voor mij? Ik ben wel optimistisch wat dat betreft. Ik kies altijd de aanvallende kant van ons. Hallo. Dus ik gooi... Hallo. Hallo. Ik gooi altijd de camera's aan de kant van de aanval. Veel plezier. Ja. Heel leuk te zien. Ik zie je vanavond zo weer. Hè? En een fijn weekend verder. Ja. Dankjewel. Doei, succes nog. Hoi. Hoi. Ja, de mooiste wedstrijd ooit, dan ga ik maar even heel dichtbij zitten. Dat vond ik wel, dat ook het belang van die wedstrijd, dat was de 0-1 van Philip Rommers in de blessuretijd in Zwolle. De mooiste wedstrijd ooit vind ik die wedstrijd van vanavond. Want ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. Go Ahead Eagles, FC Amsterdam, 77-78. Stadion peulde uit, het was warm. De degradatiekraker van de eeuw. Een wedstrijd om nooit te vergeten. In 1971 neemt het bestuur van Go Ahead een drastisch besluit. Er wordt gebroken met de amateurtak en de profs gaan verder onder de naam Go Ahead Eagles. Toeval of niet, maar vanaf dat moment wordt het team links en rechts op het veld ingehaald. In 1978 lijkt degradatie zelfs onafwendbaar. Goedemiddag meneer Maaskant. Hey. Hallo. Hoe is het met u? Goed. Ja? Ja, gelukkig wel, ja. Ik zie dat u kijkt naar de wedstrijd van vanavond. Nou, ik zit toevallig mijn eerste liefde. En
Mijn tweede liefde. Er zit veel sentiment. Maar ja. Beide clubs? Ja, beide clubs. En deze plek, tenminste van vroeger Café Floors. Ja. Het was wel een bijzondere plek, toch? Ja, misschien wel 30, 40 jaar dat we hier elke morgen koffie kwamen drinken, zo tussen 10 en 12. Dat was in ieder geval Kees van Kooten, die er altijd was. Ja. En dan was er nog een oud bestuurslid en die heette Harry Albers. Kees was echt een publiekslieveling. Ja. Dat weet ik, omdat hij mijn achterbuurman was. Ja. Maar waarom was Kees zo geliefd hier in Deventer? Ja, Kees was zo geliefd, punt 1, omdat men natuurlijk gek is op grote, sterke spelers. En Kees ging het duel aan, was van niemand bang. Maar je moet niet vergeten, Kees speelde in die periode ook in Nederland zelf al. Hè? Ja. Kees is op zijn 32e, is hij nog international geworden. Ja. En dat was in die periode. Je hebt in het verleden wel eens gezegd dat je jezelf nooit als een vedette hebt beschouwd. Klopt dat? Nee, dat ben ik ook niet. Ik heb er altijd hard voor moeten werken om het te halen. En het is me redelijk goed gelukt. En dan ben je nog geen vedette. U was manager bij de club op een gegeven moment? Ja. In 1977 werd ik benaderd door Wiel Curver. Die was toen de tijd trainer hier. En zo ben ik bij Go Ahead terechtgekomen. Wiel Curver die kreeg toen hartproblemen. Ja. Henk van Brussel, die overigens niet meer leeft, zijn assistent nam het toen over. Ja. En nou ja, op een zeker moment kwamen we stijf onderaan te staan. Ik nam het de wedstrijd of 7 voor het einde over. En we stonden toen de tijd in een hopeloze situatie. Ja. We hebben toen die laatste 7 wedstrijden redelijk wat punten gehaald. Ja. Zodat wij nog steeds in leven waren. En we de allerlaatste wedstrijd moesten winnen van FC Amsterdam om niet te degraderen. Zondagmorgen komen we dan om 10:45, 10:30 bij elkaar. Dan eten we gezamenlijk een biefstukje met je krachtvoer. Ik heb in mijn hele carrière nog nooit een wedstrijd meegemaakt die zo leefde als die wedstrijd. Wat wordt volgens u? Nou, ik zal het niet weten. Hè. Ik hoop dat ze het winnen. Ja, 2-1. Ze verdienen het. Ze hebben zoveel, laat ik het noemen, pech gehad. Dat de gerechtigheid zal toch zaterdag wel een keer feest vieren. Donderdag voor de wedstrijd op de training raakt Kees geblesseerd. Hij krijgt een zweepslag. Oh ja. Nou weet ik niet of je weet, maar dat is een soort spierscheuring in de kuit. Ben je 6 weken uitgeschakeld normaal? Normaal gesproken ben je 6 weken uitgeschakeld. Ja. Maar Kees hij kon er amper op staan, laat staan lopen. Kees wou spelen. Ik zei, ja, maar Kees, dat kan niet. Hij zei, zet me er nou maar in, ik ga er staan en dan lukt dat wel. Ik zei, ja, maar Kees. Dus ik kreeg grote bonje met Kees, wat ik wel eens weer kreeg. Ja. Zei, maar er is de brein de baas, dat ben ik. En je speelt niet. Ik zei, we gaan kijken wat het wordt. We zwachtelden je zwaar in, dus van zijn teen tot zijn lies was hij ingezwaggeld. Ik zeg, en als het nodig is, dan breng ik je in de rust, breng ik je wel. Ja. Nou, wat gebeurde er? Het bleef 0-0 tot in de rust. Ja. Dus ik bracht in de rust bracht ik Kees in. Ja. Al strompelend het veld inlopend. Ja, nou, het hele stadion werd gek. Maar als je die gezichten van die spelers van dat FC Amsterdam, die schrokken zich wezenloos op een zeker ogenblik. Ik herinner me nog goed zelfs dat De Stoop, dat was de toenmalige voorzitter van Amsterdam, was een grote jongen in die tijd, die zag hem binnenkomen. Die is van de tribune afgelopen, die is in de bus gaan zitten. In de rug te bereiken. Inmiddels Go Ahead, Curver. Want Kees van Kooten heeft weer zijn bal doorgekopt. Er verschijnt prompt gevaarlijk. Daar komt Stef Walbeek. Het is 2-0. Eind van het verhaal. Kees kopte 2 ballen door op Stef Walbeek. Die scoorde 2 keer. En Go Ahead bleef in de Eredivisie. Groot feest? Groot feest. Ja, echt groot feest. Ja. Ging iedereen naar Kees ook? Nou, wat ik me herinner, hebben ze nog geprobeerd hem op de schouders te nemen. Maar Kees was wel een goede 90 kilo. Dus of dat nou echt gelukt is, dat herinner ik me niet meer. 9 jaar na de ontsnapping tegen SC Amsterdam degradeert Go Ahead Eagles alsnog voor het eerst uit de Eredivisie. In 1992 bereikt een jonge selectie vol eigen jeugd de finale van de nacompetitie tegen FC Den Haag. Wat volgt is de voetbaloorlog van Deventer. Kijk, Paul Bosveld. Kijk eens. Harry Buisman, Dennis Hulshoff. Speciaal voor jou. Waarom een magnetron? Zeg maar de bonus van onze promotie destijds konden we iets uitkiezen van onze hoofdsponsor. En het was of een magnetron of een stereotoren. Ja. Ja, cassettebandjes. Dus, ik koos de stereotoren. Ik ook. Ja? Ja. Mijn ouders hebben nog steeds, hè? Echt waar? Ja. Hij doet het nog. Ja. Deze schijnt het ook nog te doen, dus voor de liefhebber. Oké. Okay.
Ik haal hem even weg. En dit shirt, van wie is dit shirt? Van Paul van mij. Van Paul. Dat is mijn shirt geweest. Van wanneer? Dit is van 92. Het neigde meer naar het amateurvoetbal aan plus dan dat het echt een professionele voetbalwereld was. Want dus, wat deden jullie dan bijvoorbeeld? Nou, we gingen toch wel, als je zaterdags moest voetballen, geregeld vrijdagavond nog een drankje doen of zo. En dat is natuurlijk nu uit een boze. En was er geen sociale controle of zo, Paul? Of iemand die iets van zei binnen de club? Die was er wel. Alleen deed iedereen het dus. Iedereen mee. Het was sociale controle in negatieve zin dan. En dan gebeurt er van alles. Zo kan er natuurlijk niet gevoetbald worden. Er worden allerlei kussentjes en stukken van tribunes, ben ik bang, op het veld gegooid. Ik kwam een heel bijzonder artikel tegen. Ik had natuurlijk wel eens van gehoord. Maar voetbaloorlog Deventer. Waar gaat het precies over? Ja, dat was de eerste wedstrijd in Den Haag voor mij. Die wonnen we de finale. Ja, de finale. Nou, het begon al van tevoren dat een aantal FC Den Haag supporters gewoon het hek doorrenden en vervolgens de hoofdtribune op stierden. Mm-hmm. Waar een bruid en een bruidegommetje heel gezellig het jaarwoord aan elkaar wilden geven. En die werden ongeveer de tribune afgeslagen. En dat was het eerste wat we zagen. Daarna begon de wedstrijd. En op een gegeven moment hoorden we alleen maar klik, klak, klak, klik, klik, klak. En denk je van, nou, wat is dat? Zo'n klikkertje. Ja. Maar dan bleken de stoeltjes te zijn die afgebroken werden. Dus dat duurde nog een minuut of vier. En toen gingen al die stoeltjes zeg maar bij ons om de oren. Ja. Uiteindelijk is dat een enorme rel geworden. Gestaakt. Uilenberg houdt er voorlopig mee op. We hebben exact 20 minuten gespeeld. We waren hun wel een beetje van slag, leek het. En wij kregen er blijkbaar toch een beetje kracht uit. En uiteindelijk wonnen wij die wedstrijd met 3-0. Vrijschop. Eagles, Bosveld. De jongen die wat met een bal kan. Kopbal, goal! En een mooie ook. Harry Buisman. Prachtige kopbal. En dan komen er nu Den Haag supporters het veld op. En dan wordt deze wedstrijd waarschijnlijk afgelast met nog zo'n minuut of 5 te spelen. Schandalig gewoon weg. Supporters die al de hele tijd bezig zijn, die Den Haag supporters. Heel slecht ook nog tegen hun verlies kunnen. Want jullie waren niet geïmponeerd, Dennis? Ja. Ik hoorde achteraf, mijn schoonzus ging eigenlijk voor de eerste keer mee. Ja. Die hield eigenlijk helemaal niet van voetbal. En die zat eigenlijk precies naar zijn uitvak. En binnen een kwartier begon de hele uitvak te zingen van die blonde is een hoer. En daarna moesten ze echt op de loop, want wat Harry zegt. Ze zeilt met die stoeltjes en ze is daarna ook nooit meer bij de voetbal geweest. Helemaal nooit meer. Is hij daar nooit meer naar voetbal geweest? Nee, nooit meer. Ja. Die... Klantenbinding. Hallo. Hallo. Doet u dat elke wedstrijd? Elke wedstrijd. Ja? En gaat u ook naar het stadion? Of? Wil ik wel graag, maar ik heb geen seizoenkaart. U heeft geen seizoenskaart? Nee. Nee, ik kom er niet tussen. Wel goed dat u dit doet. Ja, tuurlijk. Hoort erbij, hè? Dit was toen met die vlaggenactie, toch ook? Veel mensen in de buurt hebben toen de vlaggen gekocht en dat is toch je clubsteun, hè? Het eredivisieavontuur van de jaren 90 duurt 4 jaar, tot 1996. Een jaar later staat Go Ahead Eagles alweer op de drempel van een terugkeer op het hoogste niveau. Go Ahead Eagles speelt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Er moet gewonnen worden van VVV en NEC, die op dezelfde avond speelt in Leeuwarden, mag niet winnen van Cambuur. Dan promoveert Go Ahead Eagles naar de eredivisie. TTV volgt de supporter Jannie Kamphuis. Programma's met man in opstelling. Als je het over een icoon van Go Ahead Eagles hebt. Ja, Jannie is een cultheld. Jannie kan net, als de ploeg het nodig heeft en vastzit, kan Jannie net met de vlag langskomen en dan dat stadion weer losgaan. Fenomenaal. Pluim voor Jannie. Hey Jannie. Goedenavond dus. Hoe is het? Prima. 2 uur voor de wedstrijd? Ja, alles klaarmaken voor vanavond voor de evenlietenvak. Zoals chocolademelk en thee. En hoe lang doe je dat al?
Poeh. Nu vraag je me maar. Dat weet ik niet. Ongeveer? 8 jaar. 8 jaar. Tenminste, ja, ik roos ze zomaar wat. Ja? Misschien kan wat meer mee en minder. Kan ook 30 jaar zijn. Nee. Ik ben hart en nieren gewaardeerd fan. Ja? Ja. Vertel eens, hoe uitzicht dat? Wat bedoel je? Hoe kunnen we dat zien dat je hart en nieren Go-Ahead Eagles fan bent? Ja, ik kom hier al heen, hè. Alle wedstrijden van eerste uit en thuis. Als ik het goed heb begrepen, kom je uit Hellendoorn, toch? Ik woon in de Gehoogie. Hoe heet dat? Elen en Raan. En hoe ben je ooit in Deventer bij Go-Ahead terechtgekomen dan? Ja, dat kan ik ook gauw genoeg vertellen. Ik mocht een keer met mijn broer mee naar de voetbal. Dus ik vind de voetbal geklaba. En het ging me meer om de lampen. En als ze gelijk spelen, wat dan? Ja, dan worden we gewoon weer eerste divisie. Jannie, jij bent natuurlijk wereldberoemd omdat je iedere keer ook in de studio sport zit met die vlag. Ja. En ik zie dat ook altijd op de IJsseltribune. Dat zie ik je altijd daar lopen. Maar hoe is dat ooit ontstaan eigenlijk? Het is al verschillende jaren geleden. Was nou in die oude supportershome nog. Ja. Toen ik daar verder de deuren leen. Met een hele groep supporters waar ik die vlaggen van gekregen heb. En sinds toen is daar aan het ronden kwam. Je vindt het leuk? Ja, en de supporters zijn dan heb je ook echt een sfeer in het stadion. Ja, want ze zingen dan allemaal, Jannie maakt ze gek. Ja, maar dat maakt ze gerust. Ja? Ja, zeker. En maakt het mooi, hoor. Ik kom straks bij je kijken, hè? Nou, dat mag. Ik ben altijd welkom. Ik blijf rood-geel. Ik laat die jongens nooit in de steek, nooit. Het nakende faillissement in 2004 heb ik met angsten en beven beleefd. Ja, dat wil jij niet weten. Dat was gewoon een verschrikkelijke tijd. Dat je bijna met een doodskist naar het gemeentehuis moet hier in Deventer. Go Ahead gaat nooit verloren. Dus ik heb nooit het idee en ook het vermoeden gehad, dit is het einde van de club. En daar is Hans de Vrome zeker de spil in het web geweest op dat moment. Hans, wat heb je meegenomen? Ik heb iets voor je meegenomen voor dit prachtige museum. Dacht ik een topstuk van ons. Mag ik hem jou geven? Ja, een stoel. Het zou de stoel kunnen zijn die ik er zelf heb uitgehaald in de Alkmaarderhout. Die ging in 2006 dicht, zoals je misschien nog wel weet. Mm-hmm. En toen mochten wij de stoelen overnemen. Misschien zit ik dus op dit moment op een stoel uit Alkmaar. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Daar zit karakter in de stoel. Kijk, je neemt niet zomaar deze stoel mee. Ik denk dat deze stoel een metafoor is voor een periode. Je zou kunnen zeggen dat we in die periode van 2002 tot 2006 in een hele moeilijke periode hebben gezeten. Mm-hmm. Ik ben in 2002 binnengekomen als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ik dacht in een toezichthoudende rol. Mm-hmm. In september ben ik aangesteld en in december, ik weet het nog zo goed omdat mijn vader zei, goed gedaan jongen, ben ik voor de eerste keer op televisie geweest om te vertellen dat de club failliet was. Okay, dan zitten we daar te zweten en dan denken, hoe kunnen we de touwtjes aan elkaar knopen? Hè? Hoe houden we die club in de vaart der volkeren? Men heeft dus ingespeeld op verwachtingen door veel uit te geven, terwijl dat geld er niet was. Nee. En wat men heeft uitgegeven was ook nog niet goed. Heb jij in die periode ook nog een beroep gedaan op supporters, sympathisanten van de club? We hebben een inzameling gehouden en toen haalden we de lieve som van 1500 euro op. 1500 euro? Toen dacht ik, ja, ik durf dat niet te zeggen. Wat ga je dan doen? De steun kwam eigenlijk van de diehards, de jongens met stadionverbod. Oh. Die stonden toen onvoorwaardelijk achter me. En hoe zag hun lawaai eruit? Nou, laten we zeggen dat we op, zeker met, bij de gemeente zaten. Mm-hmm. Daar kon niet iedereen naar binnen. Nee. En daar waren nogal wat fracties tegen eigenlijk de steun van de club. En daar werd buiten heel veel lawaai gemaakt. Ja. Maar echt heel veel lawaai. Waarbij de toenmalige burgemeester, aardige vent, echte supporter van Go-Ahead ook, James van Lid, zei, ja Hans, wat denk je? Komen ze dadelijk naar binnen? Nou, zei ik, van ik sta er niet voor in. Ja. Het zou best kunnen. Dus dat was misschien wel intimiderend voor veel mensen.
dachten, ja, we moeten een list bedenken. We gaan de aandelen verkopen. Had Overmars daar nog een rol in? Nou, dan zei ik van, ik zou het heel fijn vinden als je een aandeel zou willen kopen. Samen laten met Paul Bosveld en Henk ten Kate, omdat je dan wat naam had. Ja, maar een aandeel, zegt hij, dat geld is weggegooid. Toen zei ik, ja Mark, ik wil zo graag dat je aandelen koopt. Ik garandeer jou die 50.000 euro. Dus als dat misgaat, dan krijg je die van mij zelf terug. Hij moest er een weekje over nadenken en toen belde hij me terug, Hans. Ik heb erover nagedacht, zegt hij, ik doe het. En die garantie van jou, die hoef ik niet. Hmm. Dus, mooi. Als je nou naar dit stoeltje kijkt overigens, diezelfde diehards hebben ook die stoeltjes mee opgehaald in de Alkmaarderhout. We hadden de wedstrijd daarna dat allemaal weer keurig vastgeschroefd. Ja. Maar niet al die stoeltjes zaten helemaal vast. En diezelfde jongens hebben toen ook kans gezien die stoeltjes vreselijk door de lucht te laten vliegen. Dat stond er tegenover. Wat was voor jou het eerste moment van echte ontlading? Ik weet nogal dat ik ontzettend blij was dat we een periodetitel wonnen. En ik vond het ook heel mooi toen ik het, vond ik zelf, echt wel goed gedaan had. Ik had mijn best gedaan dat een van die supporters zei, een van die jongens, Hans, mag ik jou een frietje aanbieden? Want je hebt zo je best gedaan. Ja, dat deed me goed. Dat vond ik mooier dan welk ander cadeau ook. Ik heb de wedstrijd tegen RKC nog niet verwerkt. Ik denk ook dat ik hem nooit zal verwerken. Ik vond de opale heel erg, vooral. Dat heeft me een jaar van mijn leven gekost. Naast mij staat een man die erbij was op de exacte datum 28 mei 2019, István Baks. István Baks is vandaag eregast van de wedstrijd tegen Excelsior. Hij werd in 2019 onbedoeld het gezicht van de sportieve tragedie in Deventer tijdens Go Ahead Eagles RKC Waalwijk. Ja, hoe is het om hier weer te zijn? Ja, letterlijk de eerste keer eigenlijk. Sinds die ene... Sinds de Zwarte Zondag, ja. Vertel eens, hoe was dat voor jou? Emotioneel was het vooral eigenlijk, ja. Weet je wel. Ja, het was een rollercoaster, de wedstrijd alleen al natuurlijk. Het scorenverloop. We begonnen heel slecht. Dat betekent wel dat de wedstrijd in de 12e minuut opengebroken kan worden. En dus heeft RKC een grote stap gezet. Wat doet Spierings daarmee? Die profiteert daar maximaal van. Oi, oi, oi. Ja, iedereen in rouw van, nou, daar gaat de droom. Ja. Ja, komen we terug in de wedstrijd. Waar wijst Hichler op de strafschopstip. Van de Venne krijgt terug van Baks. Van de Venne, bal van richting veranderd, is 2-2. Nog eentje heeft Go Ahead er nodig. Ik scoor zelf de 3-2, hè? Ja. Jongensbroek geschreven. Lelyveld, goed gekeken, Baks met de 3-2. Go Ahead met deze stand naar de Eredivisie. Ze toen hadden afgefloten na een minuut of? 70, 75, ja, denk ik. Dan had je ook een standbeeld gekregen. Ja, een klein standbeeld. Is hij binnen? Het is 3-3. Weer niet. Toen weer wel, met Pieter Langendijk. Langendijk. Dat is een invalbeurt. Schiet hier. Go Ahead. Weer de Eredivisie. En op een gegeven moment kan ik mij een beeld herinneren dat jij, ik denk geloof dat je hier ergens bent. Misschien moet je het zelf beschrijven, wat gebeurde daar? Ik weet niet welke stoel het was. Ja, wij scoorden de 4-3 voor, dus ja. we stonden weer op promoveren. Wat juichen betekende, maar bij mij werd het huilen. Weet je? Echt huilen, hè? Ja, ja. Het was te veel om bij elkaar te verzinnen, denk ik. Ja, alles open nu natuurlijk. 1-3. Definitief af, nee. Ja, toen was het wel van gods te nokken. Joh. Waarom rent hij niet naar de hoek en gaat hij staan? Of in de aanval daarna? Ja, die heb ik echt vaak teruggezien. Wie kan daar nog bij voor RKC? Bilate. Ja, er is één gaatje vrij binnen dat goal. Ja, je ziet hem gewoon vanaf hier, zie je hem
echt die verre hoek in gaan. Spiering schiet er binnen en dan is RKC weer de ploeg die naar de Eredivisie gaat. Hoe is het toch mogelijk hier? Ik denk van, hè? Ik was aan het huilen omdat we aan het winnen waren. Weet je, waarom moet ik nu weer huilen? Ja, wat moet ik nu doen? Schiet hem feilloos binnen en dan is het ook gedaan. Is RKC Eredivisionist? Niemand die het begrijpt. Ik kijk je even in de ogen. Je hebt het nog steeds te kwaad. Oh ja, het gaat wel weer. Ik heb mijn kop onder de kraan gehad, maar daar zie je niet veel van. Maar ja, ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Het is nog een beetje te bibberen ook, moet ik zeggen. Nou ja, er kwam daarna nog iets gebeurde. Hè? Ik weet niet of je weet wat er gebeurde. Ja, de nacht van Stegeman. De nacht van Stegeman, ja, dat weet ik nog wel. Ik denk dat ik het in de groepsapp gekregen. Ik weet niet, het was lekker weer. De tuindeuren waren open. Ik zat in de tuin. Toen kreeg ik een appie. Dit is een extra editie van de Oosttribune. Allerbelangrijkste nieuws na gisteravond is dat John Stegeman, de trainer, vertrekt naar aartsrival PEC Zwolle. Dit is voor slechte film. Ja, je bent nog aan duizenden van gisteren en je krijgt even de knap van de andere kant die je niet ziet komen. Dat was vreemd. En als je aan terugdenkt, een positieve of toch een negatieve herinnering? Die laatste wedstrijd. Prachtig, de mooiste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb. Echt waar? De uitkomst had mooier kunnen zijn, maar topsport is soms ook verliezen. Nou ja, een Go Ahead supporter weet dat als geen ander. Ja. En misschien symboliseert die wedstrijd ook wel wat Go Ahead allemaal kan zijn. Perfecte moment om te gaan dan. Ja, nu. Nu? Ja. De promotie van 2021, ja, dat was voor mij de vierde promotie die ik heb meegemaakt. Ik heb hem thuis gevierd, want ik had zelf corona helaas. Ik ben normaal de laatste 12 jaar bij alle uitwedstrijden geweest en ja, daar mocht je natuurlijk niet bij zijn. En toen we hadden gepromoveerd heb ik partypoppers afgestoken. Wie had er fucking gedacht op dat moment? En dat te delen met heel veel mensen was een unieke gebeurtenis. De meest recente promotie van Go Eagles is te danken aan meerdere mensen. Jay Gorter met zijn clean sheets, maar ook Koning Kees en matchwinner Bas Kuipers. Allemaal deden ze hun verhaal over die ongelofelijke dag in mei 2021. Maar één absolute promotieheld zagen we nog niet. Daarom als laatste gast in onze topstukkenzaal van 120 jaar Go Eagles. Kijk, welkom. Dank je wel. Ik hoefde eigenlijk niet te vragen, maar ik ga toch vragen, wat heb je meegenomen? Wat ik heb meegenomen, dat zijn de handschoenen die op de brug de laatste speeldag van het seizoen 2020-2021 alle ballen eruit hebben gehouden in Doetinchem. Besef jij wel dat jij een Go Eagles legend bent, terwijl je nog geen 1 minuut hebt gespeeld voor Go Eagles? Ik moet zeggen, na de wedstrijd moest het even bezinken, maar in de dagen daarna merkte ik wel ook vanuit berichten vanuit Deventer, van supporters, dat ik hier heel wat los heb gemaakt. Ja. Het was wel één grote ontploffing. Ja, ja. Voordat we naar die ontploffing gaan, Je keepte echt alsof je leven ervan afhing, hè? Ja, je weet dat je onderdeel bent van wat een hele historische avond kan worden. De Graafschap gaat vol voor promotie. Eredivisie lonkt. Winst op Helmond Sport is in alle gevallen voldoende. En bij andere resultaten dan worden de andere wedstrijden ook relevant. Je merkte meteen dat ze gingen pompen en duwen de rest van de wedstrijd. In ieder geval de beste dreiging van de Graafschap in de openingsfase. Hij stuurt iedereen naar de kleedkamer, Dieperink. De spelers van de Graafschap en Helmond, ja, die moeten zich erbij neerleggen. En dan moet de prikvork tevoorschijn komen. Dus op het moment
dat wij weer naar buiten gingen na de regenbreek, wisten we dat Go Ahead Eagles al gewonnen had. Dus toen wisten we inderdaad dat ze als een stormram op ons af zouden komen. Maar hier is de eerste mogelijkheid wellicht gelijk al als Tutuarima aansluit. Nog niet al het water is weg. Tutuarima en bijna zit hij er al in. Lieftink, Lieftink, leep. Lieftink heel leep. Alle koppers voorin te vinden en de redding van Coat in de melee van spelers weet hij de bal te vangen. Die tweede helft ging zo langzaam. Ja. Volgens mij was het de 60ste minuut of zelfs nog eerder dat ik op de klok ging kijken van hoe lang duurt het nog. Een goede redding weer van Coat. Dat wordt toch een hele vervelende staande weg zo voor de Graafschap, deze doelman. Seuntjes, de kans, hier is er nog en Coat gooit zich ervoor. Was er één moment in die wedstrijd bij de Graafschap, één redding waarbij jij dacht van ja, maar vandaag komt niemand langs mij? Zeker de laatste 1-0 weer met Melvin Platje, waarna daarna nog een rebound lag. Ja. Voor Van der Pavert, geloof ik. De Graafschap kan nog een keer, het kan nog een keer. Dit is de laatste kans, Speercoat. Waar hij de wedstrijd van zijn leven keept, zijn nog jonge keeperscarrière al van glans voorziet. Als hij de allerlaatste trap van het seizoen van Melvin Platje verijdelt. Robin Coat. Maar dan weet je wel dat je plicht gedaan hebt. Ja, dankjewel daarvoor nog. Hè. Graag gedaan. Daar is het laatste fluitsignaal van Dieperink. Zo blijft het 0-0. Go Ahead Eagles gaat naar de Eredivisie rechtstreeks. Het klinkt misschien een beetje onaardig, maar ik heb je daarna niet meer gezien. Mijn contract liep af bij Helmond. Ben ik in de voorbereiding 5 weken bij MVV gaan trainen. Waar ik op dat moment na 5 weken mijn meniscus voor de 3de keer scheurde. Dus ik heb in januari heb ik gezegd om te stoppen met voetballen. Heb je nou een soort speciaal gevoel bij Go Ahead Eagles? Of, Moet zeggen, ik ben wel anders naar de club gaan kijken, ja. Ja, ook vooral vanuit de waardering van de supporters. Werden dingen vooruit zich gesteld? We hadden het over Deventerse koek. Het auto wassen een jaar lang gratis. Moet ik daar misschien maar even doen, want hij is goed vies. En deze laat je voor nu even bij ons achter. Deze zijn voor jullie. En zo zijn we uiteindelijk weer teruggekeerd in het heden. Na een reis door 120 jaar Go Ahead Eagles. Ik heb verhalen mogen horen die ongetwijfeld nog generaties lang doorverteld zullen worden. Over Han en Hans, Jan en Jannie en over Kees en Coat. Want als één ding ook tijdens deze reis duidelijk is geworden, is het wel dat Go Ahead een club is van de mensen. Hadden Leo en Karel in de Lange Bisschopstraat kunnen bevroeden dat hun club anno 2022 de levens van vele duizenden volgelingen zou kleuren? Ik denk het niet. Maar het uitgangspunt is van dag 1 tot dag 44.000 hetzelfde gebleven. Voetbal als uitlaatklep voor Jan en alle man. In voor- en tegenspoed en bij winst en bij verlies. En daarom op 120 jaar Go Ahead Eagles, een mooie geschiedenis, maar hopelijk ook nog vele jaren in de toekomst, wil ik aan Jannie vragen om Go Ahead eens niet te kraak in te zetten. Dus Jannie, laat je horen. Go Ahead. Is niet te kraken, Go Ahead. Krijg je niet bij, wie ons nog weer in wil maken, moet van goede. Het mooiste doelpunt ooit vind ik die van Peter Brouwer. 2-0 Roda JC. Zoek maar op. Martin Koopman, begin jaren 80, pereltje van een 30 meter afstand. Nog niet eens heel lang geleden, dat was in Olle. Robbins probeert het nog, Robbins doet het nog! En hoe? Kees, wat was je mooiste doelpunt? Dat is hier op dit veld gebeurd tegen PSV. Dat was hem. Ja? Hartstikke mooi. Super. Kun je er wat mee, jongens? Zeker. Goed zo. Deze doc werd mede mogelijk gemaakt door TGS.